Nou, af en toe gaan we ook even met Greetje aan de gang. Die heeft zo'n mooie voorpluk. Echt een knappie. Maar ze hebben wel af en toe van die plekjes. Ze hebben net weer eventjes gewassen. Ik kan even zien zo. Oh, maar je bent braaf. Zo, zie je. En die manen schuurt ze ook af en toe. En we hebben net de voetjes ook een beetje bijgeveld. Dat het een beetje in model blijft. Voor doe ik. Maar achterlaat het toch eventjes aan de hoefsmid over. Ieder zijn vak. Nou, gaan we nu eventjes een beetje spelen met haar. Gaan we kijken of ze op de wagen wil. Dat hebben we al eens vaker geoefend. Dus kijken of we haar een beetje kunnen voorbereiden op volgend jaar dat ze naar de keuring mag. Goed zo. Heel veel verder dan dit zijn we vandaag niet gekomen, maar we nemen hier gewoon lekker de tijd voor. Nou, hier ga ik ZZ Zwaar starten met Ime op Oranjehoeven. En het binnenkomen ging best oké. Helaas bij het wegrijden had ik een storing. Ik heb van jurylid C een 5 en van jurylid H een 6,5. Ja, hier had ik een storing. Hij galoppeerde aan. Nou, dan gaan we van hand veranderen. En ik dacht nog, ik moet niet te veel doen, want dan krijg ik een hakkeltje. Nou, in mijn idee deed ik niet te veel. Hij wilde in het begin niet zo goed weg, dus toen heb ik wel iets gegeven. Maar hier krijg ik een hakkel en dan krijg ik weer een hakkel. Nou, daar moet ik echt op gaan oefenen, want dat is niet oké. Dat is zonde, want dat kan die heel erg goed. Van C kreeg ik alsnog een 7 en van H kreeg ik een 6. Dan het appuiement. Hier was hij weer niet fijn aan mijn been en ik rijd weer te ver door. Dus ik maak het mezelf veel te moeilijk. En hij moet meer buigen. Dus ook hier was ik niet tevreden over. Van C krijg ik een 6,5 en van H ook. Nou, dan door naar de schouder binnenwaarts. Ik kon hem hier niet fijn de hoek in rijden. Ik zit ook even te harken hier, want hij dook. Nou, voor die schouder binnenwaarts kreeg ik van beide juryleden een 6. Met een nadruk op verzameling. Dan ga ik weer te hard rijden als het niet fijn gaat. Door een S van hand veranderen krijg ik van beide een 6,5. Met onderstreept balans. En de schouder binnenwaarts links krijg ik een 5 van beide juryleden. En hier, ik kon gewoon geen hoeken inrijden. Hij was niet aan mijn binnenbeen. Dit voelde gewoon echt niet oké. Nou, dan afwenden, halt houden. Krijg ik van C een 6 en van H een 6,5. Meer gesloten. Voor het achterwaarts kreeg ik van C een 7, van H een 6,5. En voor de uitgestrekte stap krijg ik van beide een 7 en dat is een dubbelteller. Voor de verzamelde stap krijg ik van beide een 6,5. Nagevelijker staat erbij. En dan het aanspringen in galop. Dat gaat samen met de pirouette. En dan krijg ik van C een 5,5 en van H een 6. Deze telt dubbel. Moet meer gezet en achterhand meer begrenzen, is het commentaar. Toch wordt het pirouette dus beter. En ik ben hier eigenlijk zelf best wel tevreden over. Voor de contragalop krijg ik van C een 7, van H een 6,5. En daar hoort ook de wissel bij. Bij A, de wissels naar links, die zijn oké. Dan van hand veranderen. En weer een pirouette. Krijg ik van C een 7, van H een 6. Deze telt weer dubbel. Meer gewicht opnemen, vindt H. Voor de contragalop. En de wissel krijg ik van C een 6, van H een 4,5. Vanwege dat achterbeentje. Dan het appuieren krijg ik een 6,5 van C en een 6 van H.
En bij I de Wissel, C een 6, H een 6,5, oprichting. Voor de uitgestrekte galop krijg ik van C een 6,5 en van H een 5,5. Beter terugkomen is het verhaal. En hier kan je duidelijk zien, dan kan ik gewoon geen hoeken mooi rijden. Hij valt echt door mijn binnenbenen heen. Hier ben ik echt aan het balen. Voor het appuiement krijg ik een 7 van C en een 6 van H. En voor de wissel krijg ik een 5 van C en een 4 van H. Daar kan ik ook een flinke slinger in zitten. Dan van hand veranderen in uitgestrekte galop. Allebei een 7. En terug en de wissel, allebei een 5. Meer verzamelen. Hier zie je helemaal, hij snijdt de hoek helemaal af. Hij valt op mijn linkerbeen heen. Hij mept naar mijn been. Hij is gewoon niet gehoorzaam hier. Nou, dan de serie. 3 om de 4. C geeft een 4, H een 4,5. Ja, het is gewoon niet goed. Ik kan er niks anders van maken. En dan de volgende serie krijg ik van beide juryleden een 4. Dat is jammer, want hier zit maar één wissel naar rechts. Dus hier moet ik gewoon echt beter op kunnen scoren. Maar hij is gewoon niet gehoorzaam, niet aan de hulp. Dan ga ik weer te hard en ga ik slingeren. Het is gewoon een zootje. Dan A afwenden, verzamelde draf en midden draf. Van beide een 7. En daarna het halt houden, een 6 van C en een 6,5 van H. Bij C had ik nog net wel winst, bij H net niet. In totaal net niet, 59,9. Nou, dat is dan toch een zuur. Vandaag hebben we subtop gestart op manege de Oranjehoeve en ik ben helemaal niet tevreden. Met losrijden ging het nog wel aardig, maar in de proef had ik na het halt houden galoppeerde die aan. Ik wilde de diagonale oprijden voor de uitgestrekte draf en er gebeurde helemaal niks. Dus ja, toen heb ik wat groter ingegrepen en toen heb ik twee hakkels gehad. Ik kon geen hoek in rijden. Het was echt, gewoon echt niet goed. Dus ik ben gewoon niet tevreden en hier moeten we echt wat aan gaan doen. De vorige keer was die ook al niet helemaal fijn in mijn proef. Ja, nou ben je druk. Dat je straks moet doen. Dus we gaan plan de campagne maken om dit toch wel eventjes beter te gaan krijgen. We hadden 59,9, dus dat is ook nog eens een keertje heel zuur. Terecht geen winst, want het was gewoon niet goed. Maar ja, 59,9 is dan toch ook wel weer een beetje jammer. Dus werk aan de winkel, Impie. Nou, niet dat we iets te vieren hebben, maar het hoort erbij, hè. Zo.